Luitenant bekend volmondig in berovingszaak Marriott Hotel, Giovanni K., Anil D. en Glenn O. worden samen met luitenant Mitchell L. verweten dat zij in vereniging met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, heeft weggenomen een tas met een totaalbedrag van 234.748 Surinaamse dollar en 75 cent. Euro 10.090 en 9.737 Amerikaanse dollar dat toebehoorde aan de Circle Group NV op 2 januari, de incassoloper die het geld bij Marriott Hotel ophaalde, werd op het terrein klemgereden. Vervolgens werd een wapen op hem gericht, het portier van het voertuig werd opengemaakt en de tas met inhoud werd buitgemaakt. Kantonrechter Lydia Ravenberg heeft de verdachte Mitchell L. als getuige gehoord in deze zaak, hij heeft alles volmondig bekend. Mitchell L. verklaarde dat het plan ergens in december vorig jaar beraamd werd. Op 1 januari werd het plan officieel besproken tussen hen viertjes, ook bij de taakverdeling waren er ook concrete afspraken, volgens de getuigen kwam het plan van Glenn O. Hij werkte als security guard bij het hotel, hij had tevens een portofoon weggenomen van het hotel en die aan Mitchell L. gegeven, zodat hij de oproep kon horen als de incassoloper al ter plekke zou zijn. Giovanni K. haalde de getuigen op die bewuste dag van 2 januari op. Vervolgens zijn ze van voertuig verwisseld en stapte Mitchell L. in het voertuig van Anil D. Vervolgens stopte ze ergens en wachtte het portofonische bericht af, toen hij het bericht ontving. Reden ze het terrein van Marriott op. Mitchell L. was gekleed in een zwart trainingspak, had een zonnebril op en zijn gezicht was gemaskerd met een zwarte doek. Bij de beroving maakte hij gebruik van een defecte gasbux die op een vuistvuurwapen leek. Na de beroving werd hij afgezet in het ander voertuig en ging naar een hotel. Daar begon hij het geld te verdelen in twee delen, hij merkte op dat tussen het geld er een iPhone zat, die heeft hij toen vernietigd en ging vervolgens naar een ander hotel. De helft van de buit heeft hij aan Giovanni K. afgestaan die het bedrag zou verdelen met nog twee anderen. Mitchell L. zou zijn aandeel verdelen met Anil D. De incassoloper werd ook gehoord. Hij zei dat plotseling een voertuig voor zijn auto stopte, hij was niet door de bewakers van het hotel begeleid naar zijn voertuig, hij dacht eerst dat het om gasten van het hotel ging. Toen de gemaskerde persoon uitstapte, het wapen tegen zijn slaap hield en hem vroeg naar het geld, had hij weinig keus, het enige wat hij kon onthouden, was het kentekennummer van het voertuig. Een politierechercheur werd gehoord in deze zaak, de man verklaarde dat ze de camerabeelden hadden bekeken en zo konden ze het voertuig dat ingezet was om de beroving te plegen achterhalen. De auto had inmiddels 5 eigenaars gehad, maar Anil D. was de laatste, hij meldde zich aan op het politiebureau en zo kwamen de overigen in beeld. Volgens de politieman konden ze op de camerabeelden zien dat Glenn O. draalde toen de beroving gepleegd werd. Volgens deze verdachte heeft hij zich gehouden aan de voorgeschreven regels van het handvest. Op 27 juni zal er verdachtenverhoor plaatsvinden.